Ja, we hadden bedacht dat ik als eerste aan woord zou gaan. Maar ik zal vast Jeroen de Baai voorstellen. Dat is de echte wetenschapper uit het Radboud UMC. En ik ben deeltijd wetenschapper en deeltijd klinische dokter. En ik doe de aftrapping. Ik ga nu proberen om mijn dia's in beeld te krijgen. En als het goed is, dan ziet u dat nu ook. Ik neem aan dat iemand wel ingrijpt als dat niet zo is. En ik denk dat ik een kwartiertje aan 20 minuten nodig heb voor een inleiding. En een kort verhaal over een paar mineralen en over een paar vitamines. En de titel van deze sessie, zoals u al lang weet, is mineralen en vitamines in de voeding bij nierziekte. Is dat nou nuttig of niet? En ik kan u nu al vast onthullen dat over een hele hoop hele goede belangrijke vragen we niet een heel passend antwoord kunnen geven, maar we zijn wel op weg. En dat gaan Jeroen en ik u hopelijk laten zien. Maar eerst even iets over de terminologie, dat leek mij goed. Want waar hebben we het nou over als we het over mineralen hebben en waar hebben we het over als we het over elektrolyten hebben en wat is nou eigenlijk een vitamine? En daar heb ik twee of drie dia's aan besteed. En wat u hier rechtsboven ziet, dat is een atoom, dat kent u allemaal, die heeft een kern. En daarin zitten positief geladen delen, dat zijn die rode bolletjes en er zitten elektronen die negatief geladen zijn omheen. En een mineraal is een atoom die twee elektronen te veel of te weinig heeft. Soms drie, maar meestal twee. En dat betekent als er twee elektronen tekort zijn, wat bijvoorbeeld geldt voor fosfaat, dat twee van die grijze bolletjes weg zijn. En dan heb je een mineraal, het mineraal fosfaat. Sorry, ik zeg het fout. Als er twee te veel zijn, dan heb je fosfaat. En als er twee te weinig zijn van een ander atoom, dan heb je het mineraal calcium of magnesium. Want calcium en magnesium zijn twee atomen die allebei twee elektronen te weinig hebben. Een elektrolyt is een atoom die er meestal één of één te veel of één te weinig heeft. En wij noemen natrium en chloride, dat is dus zout, en kalium noemen wij elektrolyten. En wat is nu een vitamine? Een vitamine is een stof die nodig is om een bepaalde reactie te laten plaatsvinden en ook hergebruikt kan worden. Nou, hier ziet u een chemische omzetting van THF naar een andere vorm van THF. En die chemische reactie van dit naar dat kan eigenlijk alleen maar gebeuren als er ook vitamine B12 aanwezig is. Die zet dat om. Maar wat u ook ziet is dat vitamine B12 hergebruikt kan worden. Dus één vitamine B12 kan heel vaak deze chemische omzetting tot stand brengen. En eigenlijk zou je dan vitamines kunnen beschouwen als een soort gereedschap die helpen om iets wat los is te construeren. En u ziet al aan dat plaatje hieronder, je kunt zo'n steeksleutel kun je heel vaak gebruiken en dat kan met vitamines ook. Dus een vitamine gaat zelf niet op als het ware. Gaat niet zomaar op. Nou, mineralen in het algemeen zijn dus bouwstoffen en vitamines zijn eigenlijk dus een soort gereedschap om bepaalde chemische processen in het lichaam plaats te laten vinden. En allebei komen ze voort uit de voeding en het lichaam heeft ook van beide flinke voorraden. Maar als je die bouwstoffen en die gereedschappen niet aanvult, dan raak je op een gegeven moment toch in een situatie dat er daarvan tekort is. De nieren, dat weet u allemaal, die spelen een hele belangrijke rol bij het in balans houden van mineralen en vitamines. Maar dat betekent dat sommige mineralen die uit de voeding binnenkomen niet goed uitgeplast meer kunnen worden. En dus het risico lopen er te veel van te worden. En daar is fosfaat een heel goed voorbeeld van. Een andere mineralen die dreigen tekort te raken bij nierziekte en daar is calcium weer een goed voorbeeld van. Vitamines in zijn algemeenheid zijn vaker iets aan de lage kant bij mensen met een nierziekte
dan aan de hoge kant. En te hoog komt natuurlijk wel voor, maar dan is vaak de oorzaak dat we een te hoge dosering gebruiken, al dan niet met een goede reden. Toen wij aan dit symposium begonnen, toen dachten wij dat het goed was om twee meer klassieke componenten van mineralen en vitamines te behandelen en onder het voetlicht, voor het voetlicht te brengen, en twee meer moderne. En de klassiekers waar we, in ieder geval ik het over wil hebben en zal hebben, zijn calcium en vitamine D. Want hoe lang we al weten dat er iets gaande is met de regulatie van die twee, nog steeds is hun precieze plek niet helemaal duidelijk. En de moderne magnesium en vitamine K, ja, dat zijn hele boeiende ontwikkelingen. En die zijn vooral boeiend omdat ze de belofte in zich houden dat dat wel eens een nieuwe tool kan zijn om het leven van mensen met een nierziekte te verbeteren. En dat is veelbelovend en daar gaan we het zo over hebben. Waarbij het grootste deel van wat we over magnesium kunnen vertellen in het verhaal van Jeroen zal zitten. Nou, ik noemde al even dat de nieren een belangrijke rol spelen in de balans van mineralen en vitamines. En in het algemeen is het zo dat de vitamines en mineralen die stijgen bij nierfalen fosfaat zijn. En hier ziet u nog twee andere hormonen die ook de neiging hebben om te stijgen. Daar gaan we het vandaag niet over hebben, tenzij iemand daar straks een vraag over heeft. Maar die twee hormonen zijn FGF23 en sclerostin. En als wij niets behandelen bij het achteruitgaan van nierfunctie, dan staat er bijna altijd tekort aan calcium en vitamine D. Die staan hier. En ook een ander nieuw hormoon, kloto. Dat is een hormoon dat uit de nieren afkomstig wordt. En bij verminderde nierfunctie komt daar ook een tekort aan. En daarvoor geldt ook dat we helaas de tijd niet hebben om daar te veel over te vertellen. Tenzij iemand daar een vraag over wil stellen straks. Wat gebeurt er nou als de nierfunctie van heel goed naar sterk achteruitgang beloop heeft? En wat u hier ziet aan de onderkant is de GFR, dus dat is een maat voor de nierfunctie, waarbij 90 een vrijwel normale nierfunctie is. En naar rechts tot 0 een nierfunctie die geheel gestopt is. Dan ziet u van een aantal stoffen wat daar dan gebeurt. En als voorbeeld even die rode lijn, dat is dat FGF23, dat hormoon, die stijgt heel hard bij verminderde nierfunctie. Die gestippelde lijn, dat is ureum, dat is eigenlijk net iets als creatinine. En dat is natuurlijk logisch dat dat stijgt als de nierfunctie achteruit gaat, want we hebben nieren nodig om ureum en creatinine uit te plassen. PTH is het bijschildklier, als we dat niet behandelen stijgt dat naar hoge waarden. En het boeiende is het fosfaat, dat is dat lichtblauwe lijntje dat u hier ziet, die eigenlijk heel lang op een heel stabiel peil blijft en pas heel laat in het beloop van nierfalen of het ontstaan ervan begint te stijgen. Dit lijntje is het calcium en ik noemde het al even, als we daar niets aan doen daalt dat. En het geldt ook voor actief vitamine D, dus als we dat niet behandelen zal bijna iedereen met een ernstige vorm van verminderde nierfunctie een tekort krijgen aan vitamine D. Ja, hieraan ziet u natuurlijk al, want dit weten we al 30 jaar. En dus misschien nog wel langer ook uit de tijd dat ik op de kleuterschool zat. Als u naar deze onderste twee kijkt, calcium en vitamine D, dan is het natuurlijk een hele logische gedachte dat je mensen met verminderde nierfunctie extra calcium moet geven en vitamine D. En dat is dan ook iets wat we al heel lang doen. En niet ten onrechte. Maar ik noemde ook al even dat het best moeilijk goed doseren is, want vitamines en ook mineralen kunnen ook te veel zijn. En het is mogelijk dat voor een deel de problemen die we kunnen zien ontstaan aan hart- en bloedvaten enerzijds kunnen komen door de nierziekte zelf, maar anderzijds door de behandeling. En dat zal ik u aan deze foto's laten zien. Wat u aan de rechterkant ziet bij B is een buikfoto van opzij genomen. Dus aan deze kant zit de navel en aan deze kant is de rug. En u ziet hier heel duidelijk de wervelkolom.
En dat zwarte wat u hier ziet, dat is lucht in de darmen. Dit ziet er allemaal heel normaal uit. Dat hoort zo. Die foto aan de linkerkant ziet u opnieuw de wervelkolom. Maar je ziet hier dat er een soort langwerpige structuur voor ligt. Want dit is namelijk de buikkant en dit is weer de rugkant. En die langwerpige structuur, dat is een kalkhoudende lichaamsslagader. En dit is een plaatje van een patiënt die al een lange tijd dialysebehandeling kreeg. Maar dit is een van de complicaties van enerzijds het nierfalen zelf, maar mogelijk ook van onvoldoende voorzichtig vitamine D en calcium gebruiken. Dus dat is een reden waarom dat we wel iets aan de tekorten moeten doen, maar met mate. Als er verkalkingen ontstaan van de lichaamsslagader, dan betekent dat extra werk voor het hart. En ja, als u plaatjes gewend bent te zien van het hart, dan had u gezien dat dit een hele verdikte hartspier is, omdat deze hartspier extra werk moet verrichten om bloed door die verstijfde lichaamsslagader te pompen. En dit is ongunstig. Een heel belangrijke rol bij tekorten aan vitamine D en calcium, en hier ziet u de nier links en hier ziet u een vitamine D tekort, is dat dat natuurlijk invloed kan hebben op de kwaliteit van botten. En we weten ook al decennia lang dat als we nierziekte niet goed genoeg behandelen, dat er een nog hoger risico ontstaat op fracturen van bijvoorbeeld de heup of de wervels. En gelukkig kunnen wij door vitamine D tekorten te behandelen en calciumtekorten dat risico in ieder geval kleiner maken. Dus dit zijn even drie dia's die aantonen waarom het belangrijk is dat wij zorgen voor een goede balans van calcium en vitamine D. Niet te weinig, maar ook niet te veel. Vitamine D tekort, ik noemde het al even. Hoe komen we daar nou eigenlijk aan? Want vitamine D die kunnen we maken uit zonlicht. Sterker nog, het meeste vitamine D komt uit onze huid, nadat de huid blootgesteld is aan UV-licht uit de zon. De laatste week in Nederland lukte dat niet zo goed, maar als ik naar buiten kijk had het vandaag misschien gekund. Maar eigenlijk is in Nederland alleen de zon sterk genoeg tussen april en september om vitamine D uit de huid te maken. Maar de voorraden die we kunnen krijgen in de lente en zomer is doorgaans genoeg om de winter door te komen als je geen nierziekte hebt. Een heel klein beetje vitamine D komt uit voeding. En dan vooral uit vette vis, zoals haring en makreel. Daar zit nog wel vitamine D in. Niet genoeg, omdat, dat hebben we een keer uitgerekend, als je al je vitamine D uit een haring zou moeten halen, dan zou je er 17 per dag moeten eten. Met al het zout wat erin zit, dus dat is geen goede tip. Nog los van de vraag dat ik denk dat je dat hooguit een dag zult kunnen volhouden. En dus als vitamine D tekort behandeld moet worden, zijn we vaak aangewezen op supplementen. En dat kan bijvoorbeeld cholecalciferol zijn, of Divisun, of Devaron, wat u hier ziet. En waarschijnlijk kent een aantal van u kent de vitamine D supplementen wel. Als je er namelijk niets aan doet, dan ontstaat een zwak bot. En als dat al op vroege leeftijd ontstaat, kan het minder sterke bot zelfs leiden tot buigen. En als kinderen volwassen leeftijd bereiken, kan die gebogen onderste ledematen blijven staan. Dus dit is een gevolg van een vitamine D tekort. Maar natuurlijk, dat weet u, hebben veruit de meeste mensen gelukkig niet al nierziekte vanaf geboorte. Maar dat laat onverlet dat ook later in het leven, als het bot en het skelet al volledig gevormd is, dat een vitamine D tekort ongunstig is voor het botweefsel. En dit heb ik wel even genoemd, maar ik wil de aandacht vragen, want ik heb genoemd hier dat de zon zorgt voor vitamine D productie uit de huid. Dat wordt geactiveerd eerst door de lever, maar hier ziet u de nier en dit is een belangrijke stap. Want het vitamine D wat we uit de huid krijgen en uit voeding moet nog geactiveerd worden door de nieren tot, en dat staat hieronder, 1,25 vitamine D. Er bestaan dus twee vormen van vitamine D. De ene vorm die we uit tabletten kunnen halen, die we bij Kruidvat of Ethos kunnen kopen. En het vitamine D wat we uit de zon krijgen aan de ene kant en het actieve vitamine D aan de andere kant.
Vitamine D, ik heb het al eerder genoemd, dat heeft veel interest en veel belangstelling gekregen. En er is recent een grote studie gedaan om te kijken of een hogere dosis vitamine D nu helpt voor allemaal andere aandoeningen dan het bot. En zo is er gekeken of vitamine D kan helpen in het voorkomen van kwaadaardige ziekten of hart- en bloedvatziekten. En dit was niet bij nierpatiënten overigens, maar in de algemene populatie. En het lijkt dat vitamine D daarvoor dan niet zo goed helpt. Dus vitamine D helpt wel voor botziekten, maar niet duidelijk voor iets anders. Nou, dan noemde ik al even dat calcium en vitamine D aan elkaar gelinkt zijn. En calcium is nodig om botontkalking te voorkomen. Osteoporose is dat. Maar als we te veel calcium gebruiken, dan dreigt verkalkingen van bijvoorbeeld de kransslagaderen toe te nemen. Dus voor calcium geldt dat een tekort niet goed is, maar te veel waarschijnlijk ook niet goed. Dus dit is maatwerk. En dat heb ik al even genoemd. Hoe komen we dan aan het calcium? Nou, calcium zit natuurlijk in veel voedingsproducten. En het boeiende is dat calcium wat uit de voeding komt effectiever lijkt te zijn dan calcium uit de supplementen. En dus als we enigszins de kans hebben, is het mooi om te zorgen dat er genoeg calcium in de voeding zit. Nou, dat kennen we allemaal als calcium uit zuivel, dus uit melk en yoghurt. Maar het complexe weer is dat dat ook weer leidt tot extra fosfaat. Dus we kunnen met de handen in het haar zitten wat je daar nu mee moet. Maar gelukkig hebben we hele goede diëtistes. En die weten en die kunnen ons vertellen dat calcium ook in allemaal andere producten zit dan alleen maar een glas melk. En dit zijn een paar voorbeelden van calciumhoudende producten die de voorkeur hebben als bron van calcium. Nou, dus wat hebben we nodig? Vitamine D in de gewone vorm, dus niet de door de nieren geactiveerde vorm van tot 1000 eenheden per dag gemiddeld. En calcium, het liefst uit de voeding, 1000 tot 1200 milligram per dag. Nou, dan ga ik over naar vitamine K. En dat is dus een van de moderne vitamines waarvan tot nu toe er aanwijzingen zijn dat het een enorm nuttig vitamine kan zijn. En het kan zo nuttig zijn omdat het dit eiwit wat u hier ziet, die lange slang, kan activeren. En dat eiwit dat heet MGP. En u ziet hier een paar rode bolletjes met een P erop. En u ziet deze C's. En het gaat even om die C's die u hier ziet. Want die C's die moeten op deze slang zitten, anders werkt MGP niet. En om MGP te laten werken is vitamine K nodig om die roze bollen te krijgen. En wat doet dat actieve MGP? Nou, dat is onze beste beschermer voor vaatwandcalcificaties zoals in de lichaamsslagader. Dat betekent dat als er een tekort is aan vitamine D, deze helpt dat MGP inactief blijft en ons niet kan beschermen tegen verkalkingen. Dus we leven nu in een tijd dat er heel veel onderzoek gaande is naar het nut van extra vitamine K voor mensen met verminderde nierfunctie. Ik zal u dit plaatje besparen, omdat dit plaatje gaat over hoe vitamine K dat MGP actief maakt. Maar dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Nou, wat weten we op dit moment over vitamine K? We weten dat mensen met een nierziekte in het algemeen een lagere waarde van vitamine K hebben en bovendien vaker verkalkingen hebben van slagaders. En dus lijkt het heel logisch om vitamine K te gaan gebruiken. Maar er zijn een paar studies geweest inmiddels en dat is een beetje teleurstellend, want de effecten vallen nog tegen. We zijn nog niet klaar met het onderzoek, maar duidelijk bewijs dat we heel veel winst boeken hebben helaas nog niet en we moeten uitzoeken hoe dat nu komt. En verder wou ik er nog op wijzen dat vitamine K het effect van sommige bloedverdunners helemaal teniet doet. Dus mensen die een belangrijke reden hebben om bloedverdunners te gebruiken, zoals azenocomerol of fenproculmon, moeten vooral geen vitamine K gaan gebruiken. Nou, dan heel kort nog even iets over magnesium, want ik noemde u al dat Jeroen daar meer over zal vertellen. Magnesium, dat is een metaal, maar het is ook een mineraal, omdat er twee elektronen aan ontbreken, dat heb ik u in het begin verteld. En
ook in Nederland hebben wij bij mensen die aan de hemodialyse behandeling vastzaten, gekeken wat we nu kunnen zeggen over een hogere en een lagere magnesiumwaarde en het effect daarvan op het sterfterisico. En wat u hier ziet op deze as is de magnesiumwaarde die links laag is en rechts veel hoger. En u ziet dat die lijn daalt als het magnesium hoger wordt. En dat betekent dat het sterfterisico lager is voor mensen met een hoger magnesium. Kijk maar, dit punt ligt lager dan dat punt. En het geldt voor welke oorzaak van overlijden dan ook. En het blijkt dat die lijn enorm lijkt op de lijn van sterftegevallen door hart- en bloedvatziekten. Dus dit suggereert dat een hoger magnesiumwaarde kan beschermen tegen hart- en bloedvatziekten. En bovendien leek in ons onderzoek dat ook plotselinge overlijden lager is bij mensen met een hogere waarde van magnesium. Nou, nu is het heel goed om te weten dat als je zo'n samenhang ziet, dat je daarmee nog lang niet hebt bewezen dat als je iemand met een normaal magnesium van dit gebied tussen 1 en 1,2 met tabletten of met voeding hoger brengt. We weten niet zeker of dan het risico ook daalt. Maar dat is natuurlijk wel een voor de hand liggende gedachte als je dit soort grafieken ziet. En precies dat is wat we, gesteund onder andere door de Nederlandse Nierstichting, proberen uit te zoeken. En ik ben in de gelukkige positie dat ik dat met onder andere Jeroen samen mag doen in Nederland. Ja, van magnesium zijn meer gunstige effecten beschreven. Dus de indruk bestaat dat voor spierkrampen magnesium effectief kan zijn. Een echt bewijs hebben we daar niet van, maar heel veel mensen zullen dat kunnen beamen. En ik kan het ook trouwens zelf ook beamen, want ik ben een fanatieke fietser. En als ik een berg op moet, dan neem ik ook wel eens een magnesium tabletje. En het lijkt net alsof ik minder spierpijn heb, dus wie weet. Hoe dat dan zou werken, en dit is denk ik mijn ene laatste dia. We weten het nog niet precies, maar we hebben de indruk dat magnesium, dus dat ijzer, dat metaal, ofwel direct effect kan hebben op verkalking, maar misschien ook remmend kan zijn op ontstekingen. En omgekeerd weten we dat verkalking weer ontstekingen, en dan bedoel ik ontstekingen in de vaatwand, dus hier, kan uitlokken. En anderzijds kunnen ontstekingen weer vaatwandverkalkingen uitlokken. Dus het is heel goed mogelijk dat hogere waarden van magnesium zowel verkalking remmen als ontsteking in de bloedvatwand. En dat zou prachtig zijn als dat inderdaad klopt. En wij hopen dat we dat over een paar jaar weten en dat we de behandeling echt daarop kunnen gaan aanpassen. Zover is het nog niet. Er is één studie gedaan naar de mogelijke gunstige effecten van magnesiumtabletten. En ik wil eigenlijk alleen even kijken naar dit deel rechts. En wat u hier ziet, die blokjes, die geven aan de hoeveelheid kalk in de kransslagaderen van controlepatiënten, control wat hier staat, en mensen die extra magnesium kregen. En u ziet dat inderdaad in een periode van ongeveer een jaar er minder verkalking was bij de mensen die magnesium supplementen gebruikten. Dus dit is behoorlijk hoopvol. Magnesium komt uit de voeding en u ziet hier gezonde voeding. Daar kunnen we het in de discussie nog even over hebben, denk ik. Dus hoe je dat dan precies moet doen, dat bewaar ik even tot dan. En dan kom ik tot mijn conclusies wat deze twee mineralen en deze twee vitamines betreft. Vitamine D, we weten dat als we er niets aan doen, dat wil zeggen mensen met verminderde nierfunctie, dat er een tekort ontstaat. En we geven niet snel te veel van het niet actieve vitamine D. Maar we weten inmiddels dat heel veel meer dan de normale waarde eigenlijk niet nodig is. Calcium is iets ingewikkelder. Als we niets doen, ontstaat er een tekort. Maar als we te veel geven, dan draagt dat misschien bij aan vaatwandverkalkingen. Dus we moeten dat met beleid doen. En ik heb u verteld dat de voorkeur is dat calcium komt uit gezonde voeding en niet uit supplementen. Als dat niet kan uit voeding, dan is een supplement beter dan een tekort. Vitamine K heb ik u verteld. Dat lijkt heel logisch, omdat het nodig is om dat MGP te activeren, wat een vaatverkalkingremmer is. Maar we hebben nog geen goed bewijs. Het is te vroeg
om iedereen vitamine K te gaan geven, vinden wij. En tenslotte, magnesium is denk ik de meest veelbelovende nieuweling. En ik denk dat dat een heel goed bruggetje is naar het verhaal van Jeroen, wat hierop volgt. Maar dan geef ik even nog het woord aan onze voorzitter. Ook om te kijken of er vragen zijn die we nu het beste kunnen bespreken of beter op het einde. En dan ga ik mijn scherm weer kleiner maken. Horen jullie mij alweer? Ja. Ik heb meteen wel een hele ingewikkelde vraag, Mark, voor je. Oh jee. Ja. Nou, ik ga mijn best doen. Als ik het niet weet, dan stuur ik hem door naar Jeroen. Dat is goed. Nee, als je een vitamine B12 tekort hebt en daarvoor injecties nodig hebt en je vitamine D is niet hoog, heb je dan meer risico op nierschade? Nou, vitamine B12 kennen wij vooral als een vitamine wat belangrijk is voor de aanmaak van rode bloedcellen bijvoorbeeld. En voor het gezond houden van het zenuwstelsel. Het heeft nog veel meer functies, maar dat zijn de meest duidelijk herkenbare problemen die ontstaan bij een tekort. Maar vitamine B12, voor zover ik weet, draagt niet bij aan meer nierschade. Dus ik denk niet dat een tekort van die twee samen een versterkend effect heeft op een nierrisico. Oké, helder. En kun je nog iets zeggen over hoeveel magnesium effectief is? Zijn daar algemene richtlijnen voor? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, maar ik kan er wel iets over zeggen. Kijk, het laatste deel over algemene richtlijnen voor zijn, dat is het makkelijke antwoord, want dat is nee. Precies. Dat hebben we nog niet. Ja, vooral Jeroen, maar wij samen ook onderzoeken hoe je magnesium moet suppleren. En het kan zijn dat het lichaam gewoon een bepaalde hoeveelheid extra magnesium nodig heeft, zonder dat dat leidt tot een bepaalde spiegel in het bloed, of dat we die spiegel moeten bereiken. En eigenlijk weten we dat nog niet. Wat we wel weten uit studies uit Japan, dat die spiegel in het bloed, die kan ook te hoog zijn. Dat haal je niet makkelijk. Maar er is voor magnesium, zoals bijna alles, er is altijd een bovengrens. Dus we weten het nog niet heel goed. Maar als ik naar die getalletjes kijk die ik net liet zien over magnesiumoxide supplementen en vaatwandverkalkingen in de kransslagaderen. Dat waren, dacht ik, 3 magnesiumtabletten per dag. En dat waren tabletten zoals je dat inderdaad in drogisten kunt kopen, van zoals kruidvat en ethos en noem maar op. Dus het korte antwoord is dat we het nog niet heel goed weten, maar we kunnen haast niet wachten om te zien hoe we dat moeten doen. Misschien goed om aan toe te voegen ook dat je bij te veel magnesiuminname darmklachten kan krijgen. En dat is natuurlijk altijd een reden om dan te stoppen met meer magnesium te nemen. Ja. Ja, nou, en daar is dan weer aan toe te voegen dat dat dan weer een beetje uitmaakt welke vorm van magnesium gebruikt wordt. Want die magnesiumoxide, die kennen we al heel lang als laxeermiddel. En dat geeft dus problemen met ontlasting als je daar te veel van gebruikt. En dat is weer minder met bijvoorbeeld magnesiumcitraat. Ja, maar wat ik jullie hoor zeggen is, meten is weten. Overleg ook vooral met je eigen behandelaar of het voor jou verstandig is. Hè? Zeker. Want zomaar zo'n potje van het kruidvat leeg eten is niet altijd goed. Nee, ik wil dat. Het is heel goed dat je dat zegt en ik wil dat benadrukken. Dus het is heel vaak gebeurd dat we in het begin van een nieuwe fase denken te zijn en dat we nieuwe doorbraken onder onze handen hebben en dat het soms toch tegenvalt. Dus hoeveel belovend magnesium nu ook is, het is echt nog te vroeg om dat echt te gaan adviseren en laat staan hoge doseringen. Ja, oké, helder, dankjewel. Ik heb op dit moment geen andere vragen voor jullie binnen, dus ga vooral door. Nou, dan is het denk ik aan mij de taak om verder wat te vertellen over magnesium. Even kijken. Als het goed is, zien jullie nou mijn scherm en als dat niet zo is, dan hoor ik dat graag. Dokter Vervloed heeft al het een en ander verteld over de rol van met name calcium, vitamine D en vitamine K. En aan mij nu de taak om wat meer te vertellen over magnesium.
Ik ben onderzoeker bij het Radboud UMC en mijn onderzoek richt zich onder andere op de rol van magnesium bij nierziekten. Nou, wat is magnesium? Nou, een van die mineralen waar Mark van Vloet het al even over had. En het is met name ook een bouwsteen van onze botten samen met calcium en fosfaat. Veel van ons magnesium is ook opgeslagen in de spieren. En magnesium daarom ook wel bekend als een middel om spierkrampen eventueel te voorkomen. Als je nou wat verder inzoomt en echt op celniveau gaat kijken, dan is magnesium ook belangrijk voor de stabiliteit van ons erfelijk materiaal, DNA. En ook voor het energiehuishouding in een cel. En eigenlijk nog veel meer bij planten. Dus als je gaat kijken naar planten. Die hebben allemaal groene bladeren. Nou, waarom zijn die bladeren nou groen? Dat komt door bladgroenkorrels. En die bevatten allemaal in het midden van die korrel magnesium. En dat zijn eigenlijk de energiefabriekjes van die planten. Dus magnesium helpt om licht voor de plant om te zetten in energie. Nou, we hebben zelf ook zo'n molecuul in het menselijk lichaam. Dat zijn onze rode bloedcellen, hemoglobine. Maar daar is dat dan vervangen door ijzer. Dus daar speelt magnesium minder een rol. Maar dat is wel de reden ook dat planten heel rijk zijn aan magnesium. Dus waar zit magnesium nou in? Als je dat bij je voeding binnenkrijgt, dan zijn dat toch veel groene groenten, bladgroenten. Het zit daarnaast ook in noten en in chocola en in zaden. Maar met name dus in planten veel groente eten. In ons lichaam zit magnesium dus met name gevangen in het bot. Het zit daar opgeslagen voor de stevigheid van de botten, maar ook wel als een soort van reservoir. Dus mocht je nou eens een dag wat minder magnesium binnenkrijgen via je voeding, dan kan je eventueel wat uit dat reservoir halen uit het bot. We zien wel dat bij langdurige tekorten aan magnesium daardoor het bot ook wat zwakker kan worden, omdat er dus meer magnesium uit wordt vrijgehaald. Nou, voor de rest wordt de balans van magnesium bepaald eigenlijk door twee orgaansystemen. De darmen die het op moeten nemen uit de voeding. En daarnaast de nieren die bepaalt hoeveel magnesium je via de urine weer verliest. Dus een goede balans tussen de opname van magnesium in de darm en de uitscheiding in de nier is belangrijk. En dat zijn ook eigenlijk de belangrijkste systemen die ik bestudeer in mijn onderzoek. Nou, waar denk je nou aan als het gaat over ziekte en magnesium? We weten dus dat een tekort aan magnesium kan leiden tot spierkrampen. Dat daardoor soms magnesium supplementen ook helpen om spierkrampen te voorkomen. De bewijsvoering hiervoor is inderdaad niet heel erg sterk. Er zijn geen grote trials gedaan, maar veel mensen die herkennen wel inderdaad dat je spierkrampen kan voorkomen met magnesium. Daarnaast levert een tekort aan magnesium ook wat risico's op voor hart- en vaatziekten en inderdaad dus wat botten die minder sterk zijn. En wat we heel erg vaak zien is dat een laag magnesium ook voorkomt bij diabetes. Maar het is denk ik belangrijk om hierbij ook te benadrukken dat we eigenlijk niet zo goed weten of het tekort bij magnesium nou een oorzaak of een gevolg is. Dus krijg je van diabetes nou een lager magnesium? Of krijg je van een lager magnesium een hoog risico op diabetes? Dat weten we eigenlijk niet. Vandaag in deze presentatie wil ik wat meer vertellen, met name over ons onderzoek naar magnesium bij nierziekten. En dan met name de aderverkalking waar Mark van Vloet net al eventjes over sprak. We weten dat verkalkte aderen een belangrijke risicofactor zijn bij patiënten met nierziekte op problemen aan het hart en eventueel ook dus dat minder verkalkte aderen positieve overlevingskansen hebben. En dat is ook de reden dat er de afgelopen jaren eigenlijk steeds meer onderzoek plaatsvindt naar verkalking van de aderen. Dit is een grafiekje die het aantal artikelen laat zien over magnesium en aderverkalking. En je ziet dat de afgelopen jaren er steeds meer onderzoek plaatsvindt. Naar de rol hierbij. Ik wil toch even heel kort iets vertellen over aderverkalking bij nierziekten, zonder nou te veel in details te treden. Op het moment dat de nierfunctie niet meer zo goed werkt, dan ontstaan er eigenlijk ophopingen van afvalstoffen in het bloed. En met name is dat fosfaat.
Dus dat werd net ook al even aangestipt door Mark Vervloed, dat je ziet dat bij een verminderde nierfunctie de hoeveelheid fosfaat in het bloed hoger wordt. En dat is een risico voor het ontstaan van kristallen. En dat zijn dan die verkalkingen. Die verkalkingen die gaan dan vastzitten in de vaatwand en daardoor krijg je hele stijve bloedvaten. Nou, we zijn op dit moment heel erg aan het onderzoeken van ja, wat gebeurt er nou hè, als die kristallen in de bloedvaten terechtkomen? Wat gebeurt er dan in die cellen? En kunnen we begrijpen hoe dat werkt en dat eventueel ook voorkomen? En we hebben hierbij dus het idee dat magnesium hierbij kan helpen. Nou, dan even kort iets over hoe dat onderzoek nou eigenlijk in elkaar zit. Mijn werk is eigenlijk helemaal gericht op laboratoriumonderzoek en ook onderzoek naar proefdieren. Daar zal ik straks nog even kort wat meer over zeggen. En het doel van dat eerste onderzoek is eigenlijk begrijpen van wat gebeurt er nou hè, bij die vaatverkalking. Kunnen we begrijpen wat er misgaat en kunnen we dan ook slimme manieren verzinnen, geneesmiddelen ontwikkelen, kunnen we met magnesium wat doen om dat te voorkomen. En pas als we eigenlijk zeker weten uit ons onderzoek, dus in cellen en in dieren, dan pas zetten we vaak de stap naar de mens. En dan worden er vaak drie verschillende fases van dat onderzoek bij mensen gedefinieerd. Ten eerste is dat de eerste fase waar eigenlijk alleen maar wordt gekeken, is het nou veilig om bijvoorbeeld meer magnesium te geven bij nierziekte. Fase 2 wordt er dan gekeken, werkt dat dan ook als je meer magnesium geeft? En in fase 3 werkt dat dan beter dan wat er eigenlijk al aan geneesmiddelen beschikbaar is? Vaak die fase 2 is ook nog bij een kleine groep patiënten. En bij fase 3 gaat het dan om veel grotere groepen patiënten waarbij dan wordt gekeken, is het nou echt een goede behandeling? En het werk wat ik uitvoer, dus het laboratoriumonderzoek en proefdierenonderzoek, is eigenlijk vrij nieuw. Dus op dit moment zijn we samen met Mark Vervloed en andere artsen in Nederland. Wordt eigenlijk in een groepsverband onderzoek gedaan naar te kijken, is magnesium nou veilig als je meer magnesium gaat geven bij nierziekte? En werkt dat dan ook? Dus eigenlijk die fase 1-2 studies. Dus we zijn nog zeker niet op het niveau dat we al richtlijnen kunnen maken en al hele strakke adviezen hebben over hoeveel magnesium je dan zou moeten geven en of dat beter werkt dan wat er al is. Om een idee te geven, dat is toch een langdurig proces dat vaak jaren duurt voordat je dat allemaal hebt uitgezocht. Bij het coronavaccin, wat nu heel erg actueel is, wordt dat allemaal een stuk opgeschaald en sneller geprobeerd. Maar dan nog steeds zijn de meeste coronavaccins nu pas bij fase 2 en een enkeling is bij fase 3. Maar goed, terug naar magnesium. Waarom kijken wij nou naar magnesium bij vaatverkalking? Nou, dat komt eigenlijk door verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat mensen met een hogere magnesiumconcentratie in het bloed eigenlijk betere kansen hebben op overleving van nierziekte en ook op minder schade aan hart en bloedvaat. Maar ja, zo'n verband wat je ziet hè, tussen een hoger magnesium en eigenlijk een betere overleving, dat wil niet per se zeggen dat magnesium verhogen dan ook werkt. Je moet het een beetje zien als je nou 's ochtends naar buiten komt en dan je hoort de haan kraaien. Dan zie je daarna de zon opkomen. En dan zou je kunnen denken, goh, iedere keer als de haan kraait, dan komt de zon op. Nou, dan zal de haan er wel voor zorgen dat de zon opkomt. Maar het is natuurlijk andersom, dat doordat de zon opkomt, de haan gaat kraaien. Dus in dit geval zou het ook zo kunnen zijn hè, dat patiënten die überhaupt al betere overlevingskansen hebben, daardoor misschien ook wel meer magnesium vasthouden. Dus het is heel belangrijk om te gaan kijken van, is er nou echt een verband tussen dat magnesium en die vaatverkalking? Nou, daarvoor stellen we dan verschillende onderzoeksvragen en dat doen we op verschillende manieren. Dus we gaan allereerst kijken, goh, zijn er al studies gedaan? Dan gaan we alle wetenschappelijke artikelen en boeken lezen om te kijken, nou, wat weten we eigenlijk al? Dan gaan we in ons laboratorium in eerste instantie kijken bij cellen. Kunnen we nou begrijpen hoe die vaatverkalking ontstaat en hoe magnesium daar een invloed op heeft? En later gaan wij dat dan proberen naar een volgende stap te brengen bij proefdieronderzoek en uiteindelijk bij patiënten. Kunnen we nou met magnesium ook daadwerkelijk de vaatverkalking voorkomen?
Nou, ik wil in eerste instantie kort wat zeggen over onze celstudies. Dus kunnen we met magnesium vaatverkalking voorkomen? Nou, wij doen dat door eigenlijk cellen uit de bloedvaten te kweken in het lab. Dus we gebruiken dan deze cellen in een petrischaal. Nou, dat zijn die kleine bakjes waar je ziet. En daar geven we die cellen te eten via kweekvloeistof. Daar zit heel veel suiker in en heel veel eiwitten. En daar voegen we dan vervolgens fosfaat aan toe. Dus fosfaat, hè, dat was een van die mineralen die te hoog aanwezig is bij patiënten met nierziekte. En dat doen we dan met en zonder magnesium. En dan gaan we uiteindelijk kijken, na een aantal dagen, als die cellen dan fosfaat hebben gehad, verkalken die cellen dan. Nou, ik zal de resultaten meteen laten zien. In de bovenste rij plaatjes hier ziet u cellen die gekweekt zijn met veel fosfaat. En dan ziet u op een gegeven moment die rode kleuring ontstaan. En dat is het kalk, hebben we hier met rood aangekleurd, dat bovenop de cellen gaat zitten. De onderste rij plaatjes hebben we evenveel fosfaat gegeven, maar daarnaast ook magnesium, die aangegeven met een blauw bolletje. En dan zien we eigenlijk dat als je ook magnesium toevoegt naast die fosfaat, dat de verkalking helemaal voorkomen wordt. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi resultaat, wat heel hoopvol is en nu toch wel op wijst dat er wel een oorzaak-gevolgrelatie is, dus dat er daadwerkelijk magnesiumverkalking kan voorkomen. Ja, en vaak om toch te kijken of dat ook zou kunnen werken in patiënten, is een tussenstap om naar proefdieren te gaan. Omdat cellen in een kweekplaatje nou eenmaal niet hetzelfde zijn als een heel lichaam. En dat is bij bijvoorbeeld muisonderzoek ook wel het geval. Dus wat we dan doen is muizen gebruiken die een nierziekte hebben, die dus ook een hoge fosfaatontwikkeling, fosfaatconcentratie in het bloed hebben. En in dit geval is dat een muis die een genetische afwijking heeft aan het klotogen. Nou, wel even belangrijk om iets te zeggen over dieronderzoek, omdat dat toch vaak ook een hele negatieve een hele negatieve sfeer hangt rondom proefdieronderzoek. Er gebeurt in Nederland helemaal geen proefdierwerk meer naar dingen als cosmetica, hè, dat we er mooi uit willen zien, of voor andere redenen. De enige reden om in Nederland nog met proefdieren te werken is echt dat er een medische oorzaak is. Dus het proefdieronderzoek in Nederland is aan hele strenge regels onderworpen. Je moet vooraf een heel plan indienen, waarbij je uitlegt wat je gaat doen en waarom het belangrijk is om dat te doen. En dan is er een landelijke commissie die toetst of je dat wel mag doen met proefdieren. En daarbij kijken ze eigenlijk altijd naar de drie V's. Dat is vervangen, verminderen, verfijnen. Terwijl ze kijken, kan dit ook dit onderzoek worden uitgevoerd zonder proefdieren? Dus kunnen die vervangen worden? Kan het ook worden gedaan met minder proefdieren, verminderen? Of kunnen we het ook doen op een manier waardoor proefdieren minder leed hebben, dus minder pijn ervaren, en dat noemen we dan verfijn. Nou, als dan uiteindelijk blijkt dat het echt niet anders kan en dat we naar proefdieren moeten, dan vervolgens is daar een strikte monitoring altijd van de dierenarts en we mogen alleen ervaren onderzoekers daaraan bijdragen. En achteraf wordt naar een proefdieronderzoek altijd goed gekeken van hoe is het nou gegaan, zodat je in de toekomst ook kan leren van de dingen die zijn gebeurd. Nou goed, dan weer terug naar het onderzoek. Wat hebben wij nou gedaan? We hebben die muizen die een nierziekte hebben 8 weken lang extra magnesium gevoerd. Dus we hebben gekeken naar muizen met en zonder nierziekte. Nou, deze tijdlijn is wat gedetailleerd. Daar zal ik niet helemaal op ingaan. Maar hier ziet u muizen, gezonde muizen en muizen met een nierziekte. Dit zijn muizen die echt vanaf geboorte een ernstige nierziekte hebben en ook wat kleiner blijven. En die hebben dus een normaal magnesiumdieet gegeven en hoog magnesiumdieet. En daarna hebben we naar de bloedvaten gekeken. En wat u hier ziet is eigenlijk een doorsnede van een bloedvat. Dus we hebben de bloedvaten na afloop in kleine plakjes gesneden. En nu kijkt u naar één zo'n plakje. En als u dan kijkt naar de plakjes van de muizen met een nierziekte op normaal magnesium, dan ziet dat er allemaal wat rommeliger uit. Nou, hebben we ook gekeken van, zit er nou kalk in deze plakjes? En dat doen we dan met een speciale kleuring waarbij kalk goed zichtbaar wordt gemaakt. Nou, en dat is die calciumkleuring die ik nou onder in beeld weergeef. En dan ziet u dat de muis met de nierziekte op een gewoon dieet heel veel kalk in de bloedvaten heeft zitten.
Maar op het moment dat we deze muizen met een hoog magnesiumdieet hebben gevoerd, dan ziet u dat er helemaal geen verkalking optreedt. Nou is dit een plaatje waarbij we het kalk echt zichtbaar hebben moeten maken door het aan te kleuren. Hè? Dus dat is een manier om kalk veel beter te zien. Maar je zou, als je heel erg ver inzoekt op die bloedvaten, kalk ook echt kunnen zien. En dat is in dit geval gedaan. Dus dit is hoe ziet dat er nou uit, zo'n verkalking? Dit is met een elektronenmicroscoop. Dat is een hele grote vergroting. En dan ziet u echt de stukken waarbij het bloedvat helemaal verkalkt is. Dan lijkt er een soort van blob te zitten. Dat staat hier ook aangegeven in die blauwe balk. En de stukken waar het bloedvat nog helemaal in orde is, daar zie je eigenlijk een heel erg kronkelende zijkant. En dat zijn eigenlijk de elastiekachtige vezels die in het bloedvat zitten, die zorgen dat het heel erg beweegbaar is. En dat op het moment dat er meer bloed erin stroomt, dat het een beetje uitrekt en weer terugstroomt. Nou, als je daar verder op instoomt, dan kan je dat nog wat beter zien. Hè? Dus echt die elastine vezels, die elastiekachtige normale structuur. En dan die verkalking. En u ziet hier eigenlijk al dat die verkalking heel breekbaar is. Hè? En dat dat dus de vaten heel erg stijf maakt. Nou, dit is nog wat verder ingezoomd, maar dat is eigenlijk hetzelfde beeld. Nou, en als je dan echt heel erg inzoomt op die verkalkingen, dan ziet u echt dat daar een soort van bolletjes ontstaan. Dat zijn echt die kalkkristallen waar je die echt als een soort van wormpjes en bolletjes op die bloedvaten liggen. Nou, hier ga ik even overheen, dat is wat gedetailleerd. Nou, vervolgens was natuurlijk de vraag, leuk dat dat bij muizen en in cellen zo goed werkt, maar zouden we hier nou ook patiënten uiteindelijk mee kunnen helpen? En dit is onderzoek van collega's vanuit Denemarken. Die hebben gekeken naar de verkalkingstijd van het bloed. Dus ze hebben bloed genomen van nierpatiënten en daarna gemeten, is dit bloed nou, heeft het nou een risico op verkalking? En die patiënten hebben ze vervolgens een maand lang extra magnesium gegeven in het dialysaat. Dus in de dialysevloeistof zit dan extra magnesium. En dan blijkt dus dat de verkalkingstijd van dat bloed, dus het risico op de verkalking, dat veel langer is. Dus je hebt minder risico op verkalking. Dus de eerste resultaten ook van het onderzoek uit patiënten lijken daarmee positief. Ja, en dan is natuurlijk de vraag van, wat is dan de beste magnesiumwaarde in het bloed? Hè? Waar moeten we nou naar streven? Moeten we extra magnesium gaan geven? En dat weten we eigenlijk gewoon nog niet. Dus er is nog veel ontbrekende kennis over de ideale magnesiumwaarde in het bloed. Er moet extra onderzoek worden gedaan of een hogere magnesiumwaarde ook extra risico's oplevert. En belangrijk is ook om aan te geven dat magnesium natuurlijk niet een soort van wondermiddel is waarmee alles wordt opgelost, maar waarschijnlijk wel kan helpen om in ieder geval het risico op hart- en vaatziekten wat te verminderen. Ja, en dan ga ik toch weer terug naar deze dia waarop ik al laat zien dat we nu echt bezig zijn om onderzoek uit te voeren bij mensen. Met name ook Mark Vervloed is daar veel mee bezig, collega's in Groningen ook. Met de vraag, is het nou veilig om die magnesiumwaarde bijvoorbeeld in het dialysaat of in tabletten, om die te verhogen? En werkt hetzelfde wat wij in dieren en in cellen zien nou ook bij patiënten met nierziekte? Dat zijn onderzoeken die op dit moment lopen met steun van de Nierstichting. We zijn erg blij dat we dat nou kunnen doen. En het is veelbelovend, maar echt nog te vroeg om nu hele duidelijke adviezen te geven over hoeveel magnesiuminname dan gewenst is. Nou ja, er zijn veel mensen bij dit onderzoek betrokken geweest. Wat ik belangrijk vind is om in ieder geval eventjes te noemen dat Aniek ter Brake bij ons op het lab het meeste van dit werk heeft gedaan. En dan ben ik erg benieuwd naar eventuele vragen. Ja, zijn we weer hoorbaar voor elkaar, heren? Ja. Ja? Ik denk dat dit vooruitlopend is op het onderzoek. Maar de vraag is die ik hier binnengekregen heb, is als je aderverkalking hebt, kun je dat dan verminderen door het gebruik van magnesium? Ja, dat is eigenlijk precies de vraag die jullie aan het uitzoeken zijn. Ja, precies. Het lijkt heel hoopvol, maar het is echt te vroeg om echt te zeggen dat dat al zo is. Er zijn inderdaad wat kleine studies gedaan. Mark liet daar net ook al een van zien die wel veelbelovend lijkt. Maar
We zijn nu aan het uitzoeken eigenlijk landelijk of dat werkt, met welke type magnesiumzouten dat dan het best werkt en hoeveel. Ja, mag ik daar ook nog even op ingaan? Vooruit. Kijk, in het algemeen, wat fijn. Kijk, in het algemeen geldt, want misschien was dat ook een beetje de achterliggende gedachte van de vraag, dat voorkomen beter is dan genezen. En zowel in proefdieronderzoek, maar ook bij het beperkt onderzoek bij mensen, lijkt het makkelijker te zijn om verkalking te voorkomen dan eenmaal bestaand verkalkte bloedvaten weer helemaal gezond te krijgen. En kijk, dat roept dan ook meteen de vraag op, ja, wat is dan het goede moment om, als dat helpt, magnesium aanvullen en niet te veel en niet te weinig calcium en vitamine D en vitamine K. Wat zijn het goede moment? Maar als je nu kijkt waar veel magnesium in zit en waar goede calcium in zit en vitamine K, en we hebben allebei van die plaatjes laten zien, valt in ieder geval mij op dat het altijd plaatjes zijn van gezonde voeding. En misschien is dat, en dat is wel een boodschap voor dit symposium, dat anders dan supplementen geven, dat het ook een beetje een pleidooi is voor meer aandacht voor gezonde voeding. Dat wou ik er nog even over kwijt. Ja, ik denk dat je daar de spijker op de kop slaat, Mark. Want wij hadden het er hier in de studio ook achter de schermen al even over. Wat moet ik nou eten om dit allemaal te kunnen voorkomen? Hè? Want hoe kan ik nou zelf een goede bijdrage leveren om dit allemaal voor te zijn? En dan is het inderdaad opvallend dat de dingen die je ziet staan op de plaatjes, dat allemaal dingen zijn waarvan we eigenlijk allemaal wel weten dat de dingen zijn die we zouden moeten eten. We weten ook allemaal hoe lastig het is om ons daar altijd aan te houden. Een van de vragen die hier nog kwam was van, ja, is vegetarisch eten nou beter dan niet vegetarisch eten? Heeft vlees eten nou nog een positieve of negatieve invloed? Ik weet niet of jullie daar nog iets over willen zeggen. Zal ik Jeroen eerst antwoorden? Ja, kijk, dan de vraag over vegetarisch of vlees gaat voor een deel ook over fosfaatuitvoeding. En we weten, maar het gaat over meer. Kijk, in het algemeen geldt dat veel dagen per week vegetarisch eten een goed idee is. Volledig vegetarisch, dat weet ik niet heel goed. We hadden het net even over bepaalde vitamines zoals vitamine B12, die je weer iets makkelijker binnenkrijgt uit vlees of uit goede vleesvervangers. En het geldt misschien ook wel een beetje voor ijzer, wat we iets makkelijker binnenkrijgen als ijzer uit de voeding tot ons komt in vlees. Maar in het algemeen, in West-Europa en in de westerse wereld, eten we veel meer vlees dan we nodig hebben. En wat ik over fosfaat nog wou zeggen, is dat het ontzettend uitmaakt of het fosfaat zit in vlees, in zuivel of in eiwit uit plantaardige voeding. Want uit dat laatste, dus eiwit uit plantaardige voeding, nemen we veel moeilijker fosfaat op. En dus is dat voor mensen met een nierziekte te prefereren boven fosfaat uit vlees of zuivel. Ja. Ja. Wil jij er nog iets aan toevoegen, Jeroen? Nee, ik denk dat het gewoon belangrijk is, hè, dat wat Mark al zegt, dat waarschijnlijk in de vroege fase van nierziekte je nog veel kan voorkomen. En juist dan het belangrijk is om gewoon al een gezonde leefstijl aan te nemen. En ik denk inderdaad dat vooral voldoende groente daar een belangrijk onderdeel van is. Ja. En als ik dat jullie zo hoor zeggen, hè, dan bedenk ik me, wanneer krijgt iemand daar ondersteuning bij, behalve van zijn eigen nefroloog of zijn eigen behandelteam? Wanneer zou wat jullie betreft een diëtist ook deel uit moeten maken van de begeleiding van een patiënt met een nieraandoening? Ik zal aftrappen, Jeroen, als je dat goed vindt. Ja, kijk, in de ideale wereld weet iedereen wat gezonde voeding is. En zijn de verleidingen van ongezonde voeding veel kleiner. Zodat het voor iedereen veel makkelijker is en ook goedkoper om gezonde voeding te kiezen in plaats van ongezonde voeding. En dan gaat het vanzelf al makkelijker.
Ja, verder is het, ja, dat is een beetje maatwerk. Dus iemand die in staat is zelf gezondere voeding tot zich te nemen zonder begeleiding, of die beter wil weten wat gezonde keuzes zijn, zo iemand profiteert natuurlijk van vroeg contact met een diëtiste. Maar naarmate de nierfunctie achteruit gaat, wordt het voor het lichaam zelf steeds moeilijker om die balans te houden. En om controle te houden over wat er uitgeplast kan worden en wat niet. En dan wordt het steeds belangrijker om ook controle en grip te krijgen over wat erin gaat. Dus naarmate de nierfunctie meer achteruit gaat, is het belang en de rol van de diëtiste groter en groter, zou ik zeggen. Ja, ik hoor jou nog iets anders zeggen ook. En dat ging over als we in die ideale situatie zouden leven of in die ideale wereld zouden leven. Vind je dat de Nierstichting en de NVN een rol hebben in het ervoor zorgen dat er een gezondere wereld om ons heen ontstaat, zodat het makkelijker wordt gemaakt? Ja, ik denk dat je al bijna mijn antwoord kan raden. Ja. Dat antwoord is natuurlijk ja. Maar ik wil ook benadrukken dat er ook veel aandacht voor is, hoor, ook vanuit de NVN en ook vanuit de Nierstichting. Maar het moeilijke, wat ik ook al even noemde, is dat de keuzes die we hebben in supermarkten en in winkels en op tankstations om ongezonde voeding te krijgen, dat is zoveel makkelijker en goedkoper dan gezondere keuzes. Ja. Dus het is wat mij betreft is het een maatschappelijke plicht om hier aandacht voor te vragen. En ja. Politiek. Ja, en dat doen we natuurlijk, hè, vooral op zout en op een aantal andere onderwerpen. Gezonde levensmiddelen en dat soort zaken. Zijn er nog dingen die jullie daarin missen? Jeroen, heb jij daar nog dingen waarvan je zegt, goh, besteed daar ook eens aandacht aan? Nou, ik denk dat heel veel al gebeurt. Hè. En we focussen vandaag natuurlijk heel erg op voeding, omdat we praten over al die componenten van voeding. Maar bewegen is daar natuurlijk ook een onderdeel van. En in algehele zin is dat een gezondere levensstijl. Ja. En ik denk dat er al heel veel aan gebeurt. En ik zie wel ook, ja, in veel andere ziektebeelden, hè, diabetes en ook vanuit het hart- en vaatstuk eigenlijk dezelfde discussies spelen. En ik denk dat het goed is om zoveel mogelijk daarin samen op te trekken. Ja, dat denk ik ook. En dan moeten we onze eigen niche in proberen te vinden om te zorgen dat we dat, nou, dat we niet allemaal hetzelfde gaan doen en dat we elkaar aanvullen in plaats van we concurreren daarin. Zou in ieder geval mijn oproep zijn. Hebben jullie nog andere dingen? Even kijken hoor. Ik kijk eventjes naar wat er voor vragen binnenkomen. Er is nog een vraag over vitamine B12 en vitamine D. Of het klopt dat niet standaard gecontroleerd wordt door een nefroloog? Volgens mij klopt dat. Ja, voor vitamine B12 klopt dat. En wat ik al even noemde is dat vitamine B12, als er een belangrijk tekort is, zich dat snel manifesteert in bloedarmoede. En daar wordt wel op gecontroleerd. En je kunt zelfs aan het type bloedarmoede vaak zien of vitamine B12 tekort een rol speelt. Dus wordt niet direct vitamine B12 routinematig gecontroleerd, maar indirect is daar wel controle op. En voor vitamine D geldt dat het een beetje variabel is, omdat het ook niet altijd hoeft gecontroleerd te worden als er al een indicatie is om toch vitamine D supplementen te geven. Want anders dan calcium is er ook niet veel risico aan vitamine D geven, de niet actieve vorm, bij mensen die een hoge kans hebben op een tekort. En dan is meten niet eens nodig. Dan kun je gewoon een vitamine D tablet gebruiken en dan is het goed. Ja. En het lukt doorgaans ook vrij goed om met die vitamine D tabletten die spiegels op een goed peil te brengen. Oké, dankjewel. En nog een vraag over fosfaat, maar aan de andere kant. Er wordt veel gesproken over teveel aan fosfaat. Maar wat is er aan de hand als je een tekort hebt aan fosfaat? Jeroen, zal ik beginnen? Jij aanvullen? Ja, dat is heel goed. Vanuit de klinische kant denk ik goed. Nou, we weten dat mensen die een laag fosfaat hebben, en dat weten we vooral goed van dialysepatiënten,
dat een te laag fosfaat ook een link heeft met hoge sterfte. Maar we weten dat dat heel waarschijnlijk betekent dat dat dan een maat is voor onvoldoende voeding. En dan kom je een beetje in het verhaal van Jeroen, dat er wel een samenhang is tussen een kraaiende haan en het opkomen van de zon. Maar dan is het kraaien van de haan niet de oorzaak. En bij een heel laag fosfaat geldt een beetje hetzelfde. Mensen met een heel laag fosfaat hebben bijna altijd een hele slechte voedingsstatus. En is dat laatste is dan het echte probleem. Ja, dat is de klinische blik. Heb jij daar vanuit de onderzoekskant nog een aanvulling op, Jeroen? Ja, niet zoveel. Ik denk dat je inderdaad niet heel erg snel een laag fosfaat hebt als je voldoende en gevarieerd eet. Het is een teken van ondervoeding. Dat is het meest waarschijnlijke. Ja. 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 Ik heb hier geen extra vragen meer binnengekregen. En we zijn ook, nou, we zijn eigenlijk ook heel mooi op tijd. Hebben jullie nog een laatste boodschap? Behalve degene die we al hebben gehoord van jullie. Eet gezond. Heb een goede leefstijl. Voorkomen is beter dan genezen. Jeroen, heb jij nog een boodschap voor de meer dan 100 kijkers? Heb ik net begrepen. Dus jullie zijn in trek. Heel goed. Ik denk dat het belangrijk is dat dit onderzoek aan magnesium weer laat zien hoe belangrijk het is om ook te beginnen bij de cellen en het muisonderzoek om dingen echt te begrijpen. En ik merk in Nederland dat het soms dat er minder aandacht is voor het cellulaire en fundamentele onderzoek. Maar dat blijft belangrijk om uiteindelijk ook therapie te krijgen. De dingen te kunnen begrijpen, zodat je de goede interventies kunt bedenken voor patiënten. Ja. Ja, helder. Mark, nog een laatste? Ja, ik heb ook nog wel, ik popel om ook nog een uitbranden. Kijk, als ik me probeer te verplaatsen in de gelukkig meer dan 100 mensen die meeluisteren, kan ik me voorstellen dat het gaat duizelen. We moeten een beetje meer magnesium, we moeten niet te veel calcium en we mogen al niet te veel zout. En er mag ook niet te veel fosfaat in zitten. En dat is een bijna onmogelijke mix. En ik denk dat we uit dat dilemma komen door meer aandacht te gaan besteden over dingen die dan wel kunnen. En sterker nog, er bestaan al hele kookboeken die volstaan met heerlijke gerechten en mogelijkheden die allemaal wel kunnen. Zonder dat je dan precies hoeft te letten op of er wel genoeg van het ene en niet te veel van het andere in zit. Dus het focus verschuiven naar wat wel kan, in plaats van allemaal regels wat er allemaal niet kan als het over voeding gaat. Dat zou mijn boodschap zijn. Ja, daar wil ik me heel graag bij aansluiten. En dan ook meteen de mensen verwijzen naar bijvoorbeeld alle recepten die op nieren.nl staan. Die echt door diëtisten vanuit de nefrologie meebekeken zijn. Zodat je weet dat wat erin zit, wat je wel kunt eten en hoe je het ook wel lekker kunt maken. En dan gaan we het in de volgende sessie toch hebben over zout. Wat dus weer niet te veel mag. Maar daar gaat het ook over, straks over, dat iedereen toch net een andere zoutsmaak heeft. En dat is natuurlijk ook wel weer een nuance die belangrijk is. Dus ik wil jullie heel hartelijk bedanken